Voorzitter, deze wet implementatieverordening ontbossingsvrije producten en grondstoffen stond vorige week als hamerstuk geagendeerd. Maar wij dachten, ja, dat afscheid van de minister, dat kan ons, ja, dat kunnen we toch niet over ons hart laten gaan. We willen nog een toegift. Maar even serieus, wij hebben dit onthamerd. En ondanks het feit dat dit een kwestie is van een zuivere implementatie, een één-op-één overname van een Europese verordening in Nederlandse wetgeving. Europese wetgeving die mogelijk positieve gevolgen gaat hebben voor de biodiversiteit wereldwijd. Mijn fractie onderschrijft dat doel volledig. Toch wil ik markeren dat de Europese Commissie dan wel besloten kan hebben dat dit zuiver geïmplementeerd moet worden, maar dat het hier gaat om een omvangrijke verzwaring en uitbreiding van administratieve plichten voor het bedrijfsleven. En daar moeten wij als Kamer ons actief tegenaan bemoeien. Want de ambitie van de Green Deal onderschrijven wij. Het is goed dat de Europese Unie werk maakt van klimaat en biodiversiteit. Er gaan nog veel meer verordeningen komen uit die Green Deal. Neem de uitbreiding van ETS2 naar de bebouwde omgeving, de EPBD, de energieprestatie van de gebouwde omgeving die nu voorgehangen wordt. Neem de CSRD en de CSDD. Allemaal afkortingen die staan voor wetten die Nederland behoorlijk gaan vertimmeren en grote gevolgen heeft voor bedrijven, woningbouw, voor organisaties en voor burgers. Mijn fractie vindt dat we dat er niet door moeten hameren hier, maar dat we hierover met elkaar van gedachten moeten wisselen en moeten begrijpen wat de gevolgen zijn voor Nederland. Want we moeten iedereen meekrijgen in deze belangrijke transitie. De ontbossingsverordening is de uitbreiding van de houtverordening naar andere productgroepen. Soja, koffie, cacao, rubber, rundvee, palmolie, maar ook naar afgeleide producten zoals leer, chocola, papier en pulp. Door de herkomst van deze producten inzichtelijk te maken tot op hectare niveau, beoogt de verordening ontbossing tegen te gaan. Ik wil benadrukken dat mijn fractie inziet dat bedrijven dankzij deze wetten serieuzer aan de slag moeten met hun toeleveringsketen. Dat is goed, want zo zorgen we ervoor dat hun producten niet elders op de wereld leiden tot natuurschade, milieuvervuiling, klimaatimpact, mensenrechten schendingen of anderszins schadelijk zijn. Wel maken wij ons hier zorgen dat de regeldruk hier disproportioneel groot kan worden, met name voor het midden- en kleinbedrijf. In Europa werd het ook wel een bureaucratisch monster genoemd. We lezen deze week in het FD dat de winst van vooral de kleinere MKB-bedrijven echt niet overhoudt en dat er steeds minder geïnvesteerd kan worden vanwege hoge lonen en kosten uiteraard, maar ook vanwege toenemende regeldruk. En die kosten, bijvoorbeeld van het moeten inhuren van een bureau om deze ingewikkelde papierwinkel in te vullen, die kosten landen vrijwel altijd in de prijs. En we weten nu al hoe duur de boodschappen zijn en dat een heleboel huishoudens problemen hebben om rond te komen. Die zorgen hebben we. Er is momenteel bovendien grote onduidelijkheid en dat blijkt ook uit de memorie van toelichting en de schriftelijke ronde. En vooral uit het grote aantal vragen uit de sector dat ons heeft bereikt, zowel de importerende als de exporterende. Onze vraag aan de minister. Klopt het dat ook MKB'ers een volledige zorgvuldigheidsverklaring moeten inleveren voor producten die een van de grondstoffen in zich draagt wanneer zij dit voor het eerst op de markt brengt? Bijvoorbeeld een kleine retailer die zelf verschillende soorten koffie selecteert en importeert. Klopt het dat het ook papier en karton betreft en dus verpakkingen en dat van elke vezel bekend moet zijn van welke hectare in de wereld die afkomstig is? We lezen in de nood en aanleiding van het verslag dat nog niet duidelijk is voor welke producten dit precies nodig is. Het moet per zending, maar wat verstaat er dan precies onder een zending? Klopt het dat die zorgvuldigheidsverklaring niet in één, maar in twee verschillende informatiesystemen moeten worden ingeleverd en dat het bij het instemmen van die wet het nog onduidelijk is hoe die twee op elkaar gaan aansluiten? Kan de minister garanderen dat er straks niet op twee verschillende manieren twee verschillende soorten verklaringen in twee verschillende systemen moeten worden ingevuld? Klopt het dat het voldoen aan de vereisten onhaalbaar wordt geacht voor een groot aantal van de kleine boeren in ontwikkelingslanden die koffie en cacao en palmolie produceren? En voorzitter, deze verordening staat natuurlijk niet op zichzelf. Ook in een heleboel andere wetgeving uit Europa moet er straks gerapporteerd worden over toeleveringsketens. Neem bijvoorbeeld de CSRD en CSDDD en de EPBD. Het is belangrijk om hier uniformiteit in aan te brengen. Ja, onze zorg is dat er straks niet 10 verschillende accounts nodig zijn om aan al die rapportageverplichtingen in alle Green Deal verordeningen te voldoen. Met 10 verschillende formulieren en loketten en portalen. Het is belangrijk om het eenvoudig te houden en overzichtelijk en de papierwinkel te beteugelen. Mijn fractie ziet graag dat de minister met collega bewindspersonen bij ruimtelijke ordening bijvoorbeeld en EZK optrekt om hierin om de verschillende rapportageverplichtingen zoveel mogelijk te centraliseren en eenvormigheid te bieden. Hierop vragen we een brief op welke manier dit kan gebeuren en een toezegging dat we ook hier gezamenlijk in optrekken.
Wat zijn de gevolgen voor de 5.000 tot 10.000 exporterende bedrijven in Nederland, met name in rundvee? Ook al is Nederland laag risico voor ontbossing, want dat proces hadden we een paar eeuwen geleden al afgerond, moeten ook zij elke zending straks naar elke hectare kunnen herleiden. Kunnen de bedrijven op tijd aan alle voorwaarden voldoen? Het bedrijfsleven is door de vele wetgeving die eraan komt al heel druk met het in kaart brengen van die due diligence, zorgvuldigheid. Daarbij zijn betrouwbare certificering- en verificatieschema's een belangrijk instrument voor. Voor die MKB-ondernemingen met name. Daarbij zijn het juist de koploperbedrijven die hier veel moeite in hebben geïnvesteerd, die koplopers waar we het net ook over hadden, die nu niet beloond worden inderdaad. Ziet de minister bij de implementatie van het voorstel een rol voor deze al bestaande certificering- en verificatieschema's met betrekking tot de uitvoerbaarheid? Tot slot, en dan heb ik het over die consolidatie. We zien dat de wereldhandel voornamelijk neerkomt op 4 grote bedrijven, ABCD. En waar we ons zorgen over maken is dat deze bedrijven veel makkelijker gaan voldoen aan de administratieve druk. Ziet de minister manieren, misschien door het betrekken van de organisaties, om ervoor te zorgen dat de grote bedrijven hier ook de grootste lasten dragen qua regeldruk en de kleinere partners in de keten helpen? Ik wil herhalen, de Green Deal is belangrijk, maar komt ook met hoge kosten voor Nederland. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen hierin mee kan. En de kleinere bedrijven hier niet de grootste lasten gaan dragen. Dank u wel.